artiesten. Ik zei het al in het begin, we hebben net ook een andere artiest gehoord. Hij praat over een andere level, wat hij nog doet, behalve muziek. En je hebt ook artiesten die eigenlijk op school zitten. En dat, dan wordt het een beetje moeilijk, want dan... Nanga apoku, ik creëer een beetje chow chow, zodat ze toch nog een pauze juro in een snapu en een bobo. Je kan je ook vrij naar maaien, je kan vrij naar kantine, want die verdienen niet pijn sani. Maar nu te scoren op bakka, heb je niets kunnen sparen omdat je nog veel nieuwe optreden. Wat doen sommige artiesten? Ze zitten gewoon en andere artiesten die zeggen, no man, ik heb mijn fans en ik ga ze bezig houden. Een van de artiesten die dat heeft gedaan is Kelly Hart. Ze is vandaag bij ons in de studio en hier is ook onderdeel van haar leven hoor, STVS. En dus zegt ze, laat me even met Suriname praten. Dus we praten nu over de tieners. Yes? Jawel. Welkom erbij, samen met haar lieve vader Lange, de langste man van Charlesburg, hebben we hier in de studio. En we gaan met hem praten over zijn dochter. Ik heet ze van harte welkom, maar geef ze ook de ruimte om u te groeten. We beginnen bij de vader. Ja, luisteraars en kijkers, goedemorgen. Welkom in de studio. Vier shooty toch? Altijd. Ja, 100%. En je naam Papoepje. 100%. Welkom. Aan de andere kant. Goedemorgen meneer, goedemorgen kijkers. Welkom in de studio. Dank je. Ik zei het netjes, ik weet niet of je vader me gaat helpen aan het begin. Papu, a osso srefi, na ala de ching. En dan in een periode die zie. Allemaal in mijn boom. Ik probeer, of middenaan, maar ik probeer voor de COVID-regels boostrak, maatregelen tikkie. Dus ik denk dat we er komen als we gewoon de regels blijven volgen. Heeft Uluku een periode vanaf maart, de Pchinta ofzo? Wat zijn de reacties die u kreeg als vader, pa? Ja, ik zag wat, de Pchinta Morofuru. Je hebt Morofuru uitgaven. En naar familie Hart? Ja. Dus in berekening dat ik even zou bouwen, maar dat is maar dat ik een pijn voor erg. En automatisch heb je gewoon gaan scoren. Maar je hebt toch, en het wordt zwaarder voor de ouders, omdat bepaalde ouders, je mag dat niet helemaal hosselen, man. Bepaalde hosselen met dat sexy mongba. Maar, trouwens, heb je morgen trouwens. Maar hij dacht, je zou goed boren met een fasie, alle fasie, je zou goed met een brede. Ik vind dat ik wel zo kat op zee. Maar ik kom. Ja, dat. Volume van je moest de moeder voeren. Amde. En dat de altijd. Dus tangano, ik kan God bless you, als dat tak ade. Oké, dat lukt je kippa je de ina woonkamer, de heren, je dokter, je troe woord toe, die dat ga je vieren. Trust dat. Want je hebt het zien opkomen, je poussin. Eigenlijk, je poussin. Terwijl allemaal zei, she is like a player, poko. Na blen blen, de man ben ik, de man ben ik zien zo. Ik ga bij Sanji, de man, ik weet niet, we zitten aan Sanji. Dus we zijn intussen al 12 jaar bezig. Ergens in de buurt van 10 jaar terug, ik kan 4 jaar of zo drapen. Na de man, na ben ik, hoor, ga ik hoor, afvies, na poe. Dus daarom, daar ben je, je voelt je vanzelf trots. En ik dank die appoes en dat met de toe. Jullie zijn nu bezig, hoe de bezig is long, we zitten in de Sotsani. Zou de bezig doen precies? Dus, de man is bezig in een studio voor opnames. En trouwens, een videoclip er rond af. Dus dat doen we bezig. En we lopen ook de, maar door COVID, als je lucent komt, moet je je zak gaan en je moet ook geld hebben om naar de studio te gaan. Om te drukken en al die dingen dat. Dus Sande, maar zoet vieren en sribi, weer mooi, zoet vieren aan grond tapu. Maar dan, je hebt Kelly ook toen aan het rasje, dus dat Kelly ook toen, zoet vieren en kon in de boys, dat Kelly en Joep kon direct. Oké, okay, ik kan nou wat zoet Sani. Facebook, Michel Sani delen, Sani praten, Sani lolo, Sana Sani. Dus eigenlijk, een brada van schrijf, en Gerrit schrijf, een brada van schrijf. Een brada van schrijf. Apoko schreef sinds in juni. Maar door COVID en alles wat zijn in een studio in een mango, en toen zijn voor een mango opname dan. Maar rust daar zijn. Maar toevallig kon ik ook wat op zich, ik kreeg grong, ik begreep dat vast aan ego. Ja, maar dacht, hé, Malonja. Hoe zijn even nog, potent op social media, kon ik voor de small reageren.
En ze zeggen, ja, dat is goed, goed. Maar Kelly nou niet. Hou aan, hou aan. Nou, druk in, dat ik nou zit als aan nou daar. Dus ze hebben het gedaan. En buiten onze verwachtingen hoor. Want dan even berekend dat even Radio Mart in Amsterdam, Radio Hulde, Amerika's Revue. Als er naar mijn bel en mijn contact naar Kelly, dan ben ik dat hey, zeg ze eigenlijk. Dus die Kelly gaat morgen op boek. Ik dacht, hey, binnen 2 uurtjes, om ze 11.000 ba. Je begrijpt toch? Dus dat is het, zo is het gegaan. En dan, als je reacties krijgt en telefoontjes en iedereen wil met je praten, iedereen wil je helpen, iedereen wil het lied hebben, dan moet je eraan werken. STVS wilt u ook. En daarom zeggen we, kom vandaag bij ons. Om met de SRS en STVS te praten. En je vader heeft het al helemaal verteld, helemaal. Maar vanuit jouw kant. Ja. Toen je werd gedwongen, wat kwam er je op om toch die stap te maken? Van kom, put one so, ik wilde eigenlijk opgeven hoor, in muziek. Echt? Ja, ik wilde opgeven. Is dat niemand weten? Mijn vader weet dat ook niet. Echt? Ja, dus wilde... hier zeg je het nu echt? Ja. Ik wilde eigenlijk opgeven, maar ja, als je eenmaal aan de top bent, toch? Moet je gewoon door blijven waarom pushen. Waarom wilde je opgeven? Ik schaam me. Echt, dus het, ja, ik schaam me, ja. Zo. Ja. Nou, eigenlijk moeten we dat van FIFA gaan doen, hè. met zogenaamd dat er heel veel publiek is. Dat is een heel goed. Maar nu zeg je, nee, ik ga nee, niet opgeven. Nee, helemaal niet. Waarom niet? Waarom nu niet? Omdat ik ben aan de top. Uh-huh. Vind ik niet meer te... Je gaat naar de top. Eigenlijk aan de top, want ja, ik heb meegedaan aan Youth Voice. En ik buitenland in ja, Youth ja, Voice hoor je, dat je kan zijn aan de top. Ja, ja. Je moet gemotiveerd blijven hoor. Ja, sowieso. Oké, okay, maar wat heeft jou gebracht op het punt om te zeggen van, nou, laat me ze toch een voorschot geven hoor. Want jullie waren op tapsie, zeg je vader ineens, ik wil niet, oké, okay, laat me het toch doen. Ik kreeg reacties van mijn fans, van Kelly, wanneer kom je uit met een full biggisma? Dat wilden ze hebben. Toen zei ik van ja, het komt soon uit, weet je, even rustig wachten. En ik zeg altijd tegen mijn vader, even rustig wachten, maar het komt niet. Dus zodoende ben ik gemotiveerd om het toch te doen. Oké, okay. Ja. Dus jullie waren op Tapsie. Het gaat om het stukje no, dat we op Facebook hebben gezien. We waren op Tapsie bij een zwageres van me. Toen zei mijn broer van, Kelly, koop het apokoe. Ik dacht van niet maandag, want ik had geen internet. Uh-huh. Toen zei ik van maandag gaan we het dan posten op Facebook. Dan kan ik, weet je, meer promoten en zo. Jawel. Maar toen zei ik van nee, het is lockdown, dus een poes in gelijk. Zo doen heb ik het gedaan. Het is lockdown, u bent ook nieuwsgierig geworden. Me too. Laten we samen gaan kijken wat ze heeft geproduceerd het afgelopen weekend. Chema, you bent the one wat kan. No you control wa osomang, a we see wa waka lockdown e pureji. Dado? A we see fai poti mocha you e de frauda oso you no mango. We see wa waka lockdown o pureji, mi takaso me singi. Ai luku you no mango, thank you luku you no mango. We see wa waka lockdown o pureji. Meer wel echte Charles Burg, Lafuna Bakatja. En dit is nou echt de trailer in Nakunu. Wat wordt het eigenlijk? Het wordt echt een mooi ding. Het is een lockdown kamalama. Wauw. Dus echt full bigisma, maar het duurt 4 tot 5 minuten. Nou zeg ik 4,5 minuten. Ik hoor lockdown kamalama, moet ik ook een beetje denken aan die pokoe van Colamp of zo, iets in de geest. Juist, ja, zo. Zo. Ja. En de boeien hoor, die brada, je hoor. Koro, ja. Die apakatja. Ja. Wat gaat er in om als je zo ziet dat mensen... Achinsan zei poti, oh mensen, my biggie. Ik ben echt trots op mezelf en trots op mijn mensen. Want hun geven me die push. En ja, ik ben gewoon trots op mezelf. Wauw, ja. En hij waka. Ja. Dus, en wat is eigenlijk de boodschap? Want ik hoor ergens dat jullie zeggen van wins iwango, iwango sena sena, inomango sena sena. La, is yes to be guys pa. Sana. Dus een boodschap eigenlijk na... Eigenlijk maar verklap me aan Sani. San, desmano sabete. Maar die arga pokoe, dat je.
is een boodschap voor de mannen, zowel de vrouwen. Oké. Na hier pokoe hier. Dat kan je niet meer doen. Je moet maar ook te wezen. Oké. Je zou weten, als je gaat naar de straat, je gaat naar de boer. Je moet maar kennen, de COVID is hier. Je hebt lockdown. En is dat gebeurd? Is dat gebeurd in huis? Want ik zie die mannen klagen op Facebook van, hey, wat denk je aan lockdown die zo stopt, man? Ik kan niet eens gaan wandelen of zo. Bobby gaat helemaal stuk in de studio. Die heeft ook zoveel behoefte om op straat te gaan, hoor. Maar hij moet het alleen maar doen als hij voor de SCVS bezig is. En het is ook een serieuze boodschap naar de gemeenschap toe. Dat we ons houden aan de COVID-regels. Yeah. Lockdown is er, hou je aan de lockdown tijden, hou je aan de COVID-regels. Dus dat is wel een singe, een fatu, een kamalama, maar een echte boodschap ook to de gemeenschap. Dat je hoort jezelf naar regel, dan zou je niet aan ei. Dus je moet kijken of je arken bent, hoe je aan kan, zodat je kan, wat er aan kan, graben moro snel. Moro snel, wow. Ja toch. En in berekent ook naar verschillende hoeken dit ook. Mm-hmm. En mensen gaan gewoon. En vrouwen ook. Zijn gaan straat. En vrouwen zijn gewoon. Mekken gaan gewoon. Dus alle passen. PC. Ja, dat is zo. Dus alle maatjes hebben ze gewoon. Why? Zijn er shooting jij in de studio daar? Het is nog steeds maandag dat je de woensdag editie midweek. Ik denk dat u straks een moxalesie klaarmaakt of een antroa. Het maakt niet uit hoor, niet te veel vlees hoor. Soms heb groente ervan nodig en soms heeft ab moppen uit je eigen tuin en moro schwitie. Zo lekker van een artiest voet die de manting. Ik leg u uit dat hij in een youth voice, in een STVS ging. Maar nu ik gewoon op die level moro hier en zelf het buitenland kijkt uit naar een eindproduct. En nu zijn ze heel druk bezig in de studio voor Naksan Poti. Maar, heb je de gasten die in de studio dan wanneer heb je ze? Dus we gingen ook als je ook te verkrabben, goro goro, even haar kon. Zodat ik kan ook een pissie, maar niet een pissie voor zo je het zo netje. Kan je een pissie later pissie van pokoe. En we hebben een situatie voor Tony, was het nou? Die in Suriname was gekomen, voor Tony Brexter. Dus we hebben een descend dat de Uwaba artiest in de studio de WhatsApp is een echte Kelly Hart. Dus we gaan er ook de ruimte geven, maar voordat we naar de ruimte kan alvast die toon pakken. Zou we doen morgen Farayari, DC? Dus we pushen DC nu, maar zang de morgen dat ze. Ja, morgen de. Kelly ook toch op want eraan. Dat is niet van haar, maar ik heb een aantal. Een aantal, wauw. Zing ik op banen aan een bekende artiest ook toe. Wauw. Maar een aantal zing ik de. Dus dan meteen dat je. We gaan in de studio duiken, maar we moeten ook opletten op de centjes. Omdat we dit nu de optreden hadden. En op dit moment moesten we eigenlijk in Nederland zijn. Vanwege COVID in de Gwemoro. En we hebben een aantal optreden. Dus alleen zo zijn dat die kolukou bijbakken. Maar je moet die jongens warm houden. Want de man wil oefenen, want oefenen naar dit toe. Dus dat weet ik alles aan we doen via social media en zo. En je moet de COVID-regels houden, dus oefenen. Je moet ook nog oefenen, nou, maar je komt met lock-up hoor. Je begrijpt toch? En dan moet je klassief plein op een klassief plein op een ja toch. Als we zo laat zien. En dit is een heel goed moment om het via... Tussendoor Poeswansani. Ja, Poeswansani. En de mensen die wachten en ik vind het een beetje jammer. Ik vind ook aan media in Suriname, dat bepaalde maar artiesten waren. Kostenaren, gomorrow fara. Maar ze heeft een tek initiatief voor douanzani. De man is graben voor poesen. Maar als ik zeg dat het buitenland, hij reageert trafasi. Ik grab je, ik push je. Want we moeten vaker interview afstaan op radiostations in Nederland. We worden gebeld. Begrijp toch? Dus dat is dat je missen ja. Ik begrijp toch, maar dat ben ik nog leger. Ik kan een big one to STVS, big floor. Ja, zo'n altijd artiesten, vooral zijn artiesten, kunstenaar, de man zei potroko in Sranan. In een studio, ja, naar Jade Mai Kong en naar Jade Mai Kisa Grong. Ja, nee. En dat is dat 100%. Het is 100%, want ik heb het altijd gezegd, na het product van Youth Voice, heb ik de directeur ook en de mensen gezegd, een compliment gemaakt, zeg.
hey, dit is nou echt gewoon boomroko zitten. Ja, het is echt goed gegaan. Er wordt ook gevraagd naar een Youth Voice 2020. Ik denk dat de afdeling productie binnenkort uitkomt met een nette verklaring om aan te geven wat ze precies gaan doen. Want de jongeren die wachten en ik hoor elke dag iemand anders maar weer de vraag stellen van Oting Youth Voice dit. Maar even aanhouden, de productieafdeling komt uit met een verklaring. We gaan naar Kelly Hart en zij gaat ons een deel geven van wat ze allemaal doet in de studio deze dagen. Zo, we gaan pas vandaag beginnen hoor. Oké. Okay. Ja, pas vandaag in de middag. Dat heb ik oefend, ja, zo tjens. Achterstuk. Van een achterstuk. Tjema mocho na kimi, iya mocho na kimi, i. Amocho na kimi, iya mocho na kimi, i. Oma mocho na kimi, iya mocho na kimi. Hore. We blijven natuurlijk... wachten op het eindproduct en dat doen wij met z'n allen omdat we ook de vader gehoord hebben en hij praat expliciet over aandachtsang unu leksrana mamus di unu igi sranan talenti zodat die trakondre ka abile speki gisang u abi. Ik wens veel succes, Lange. Je hoort die schrift lekker, ja, hè? In het verkeer ook toe je let op. Ja, je let op, ja, ja, dat bepaalde san nogo verkeer. En natuurlijk unu Tinsa, Kelly, we gingen a power ook toe namens het team voor STVS Nanga SRS. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. U heeft het gehoord, mensen. Afispisi, laten we even nog een keer naar die pokoe gaan, de controlekamer. Kom Arka Pisi even, want akoro loumi man, akoro loumi man. Chema, you bent the one waka man. No you control wa oso man. I will see wa waka lockdown ne pureji. Gado? A wisi vai poti mocha yu e de fralda osso yu no mango. Wisi wa waka lockdown no purenji, mitaka sume singi. Ai luku yu no mango, denki luku yu no mango. Wisi wa waka lockdown no purenji. Eigenlijk mocho na aswansra na woordu fu. Overspelling aan dit soort sanatie, dus het is niet verkeerd. Nee, niet verkeerd. Na voor is refil na osso, ja. En luku yu sani sa imudu na osso, want ino mango no apres. Ready, ja, thanks? Ja, ta? Ja.